Oké, ik heb hier een haakwerk, een bobo, een patroon. Nou, hier de bobo. Een patroon en een haaknaald. En dit wordt de salsa sjaal. Kijk, hier staat hij al. Ik zal hem uitpakken. Dan kun je zien wat hij gaat worden. En ga ik vertellen welk garen we precies gaan gebruiken. Nou, kijk, dit is hem. Ik vind het een hartstikke leuk sjaaltje. Hij begint met een kwastje. We beginnen hier met haken. En dan gaat hij in golfjes zo. Wordt hij steeds wat breder. Ik heb hem nog niet opgemeten. Dat moet ik nog even doen. Kijk, maar je ziet, hij wordt steeds breder. En ik heb hem gemaakt met één bol papatje batik. En dit is kleurnummer 554-40. Zie je? En ik gebruik haaknaald. Kijk, haaknaald 5 mm. Ik hoop dat die scherp... 5 mm. Die heb ik gebruikt. En ik heb zowaar opgeschreven wat ik gedaan heb. Dus ik ga... Oh, hier ligt die. Even kijken of ik hem een beetje kan meten. Dan weet je in ieder geval hoe lang die wordt met één bol. Hij is niet extreem lang, maar wel comfortabel. Ik ga even een beetje over het midden zo. Ik zit nu al over de halve meter. Zo. En het is om en nabij, hè? Het is in de buurt van. Kan altijd een beetje schelen. Misschien meet ik niet helemaal goed. Nou, hij is zo'n anderhalve meter met één bol. Wil jij hem langer? Dat kan, hè? Dan neem je twee bollen. Je kunt hem zo lang maken als je wil. Het is een patroonherhaling van 10 rijen. En die kun je zo vaak herhalen als jij wil. Alleen hoe breder de sjaal is hier, des te meer garen gaat er natuurlijk in zitten. Hè? Dus in het begin lijkt het heel snel te gaan. Is ook zo, want je hebt maar een paar steken. Maar als je meer steken gaat krijgen, duurt het ook wat langer. Wat heb je nodig? Nou, tenminste dus één bol papatja batik. De link onder in de beschrijving. Ik heb een 5 mm haaknaald. En ik raad je aan iets van een steekmarkeerder te gebruiken. Gewoon voor de handigheid om het aantal rijen te kunnen bijhalen. Want op een gegeven moment zijn de rijen zo lang dat je niet meer weet in welke rij ben ik nou. En een beetje dom van mij, maar ik raad het wel aan. Pak even pen en papier en schrijf op wat ik doe. Want die 10 rijen, die blijf je herhalen. En dan mag je van mij 10 keer dit filmpje terugkijken als je 10 herhalingen wil. Daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. Net als met een duimpje, een leuke reactie, abonneren op mijn kanaal. Daar maak je me ook heel blij mee. Maar voor de handigheid zou ik zeggen, pak even pen en papier en schrijf mee. Oké, daar gaan we. Je begint met een lus op je haaknaald natuurlijk. Zo. En dan haak je 3 lossen. Oh, dan heb ik nog geen steekmarkeerder gepakt. Moment, wacht even hoor. Zo, een mooie rode. Steekt ook mooi af bij deze kleuren. Ik vind het zo mooi. Beetje, hier is aquablauw, turquoise en dan grijsblauw, grijs en gewoon grijs. En dan gaat het naar lila en er zit wit in. Ik vind het een prachtige kleur. 55440. Maar goed, je kunt ook echt alle andere garens gebruiken. Maar hoeveel je dan nodig hebt en welke haaknaald en zo. En hoe groot die dan, dat kan ik dan niet zeggen. Hè. Ik heb alleen die ene sjaal gehaakt om te laten zien. En ik ga jullie nu de herhaalrijen laten zien. En dan kun je meeschrijven of meehaken en constant het filmpje terugkijken. Of misschien weet je het heel snel uit je hoofd. Nou, genoeg gekletst. We gaan haken. 3 lossen. 1, 2 en 3.
En dit is niet de herhaalrij, dit is de opzetrij. Zo ga je beginnen. Nu ga je in die allereerste losse 3 halve stokjes haken. Dat is het begin. Die losse hier, die tellen niet mee. Ieder begin van de rij begin je met losse en die tellen niet mee als steek. Dus 3 halve stokjes in die eerste losse. En je hoeft van mij echt niet door het achterste bubbeltje te haken. Is nergens goed voor. 1. 2. 3. Zo. Dit is het beginnetje. Je hebt 3 halve stokjes. Die 2 losse, die vergeet je gewoon. Dan komt nu de allereerste herhaalrij. 2 losse. 1 en 2. En je werk keren. Dan in het eerste halve stokje hier aan het begin van je rij, daar haak je 2 halve stokjes. Dus een meerdering. 1 en 2. En dan de rest van de rij haak je halve stokjes. 1 half steek, 1 half stokje in 1 steek. Dus hoeveel of dat er dat op een gegeven moment ook worden, je haakt gewoon halve stokjes tot het eind. En niet die 2 losse. Die tellen niet mee. Echt in je laatste halve stokje, daar doe je een half stokje. En nu was dit de eerste rij die je gehaakt hebt. Ik zet hier aan de zijkant mijn steekmarkeerder in om die eerste rij te markeren. Dan weet ik straks van, ik kan tellen 1, 2, 3, 4, 5, tot ik bij 10 ben en dan heb ik alle rijen herhaald. Dus in je eerste rij aan de zijkant bij die losse, zet daar je steekmarkeerder in. Tweede herhaalrij. Je begint weer met 2 lossen. 1 en 2. Je keert je werk. En nu krijgt ieder half stokje 1 half stokje. Dus we gaan niet meerdere. 1. 2. 3 en die laatste, 4. En dat was je tweede herhaalrij. Gaan we naar rij nummer 3. 2 lossen die weer nergens voor tellen en je werk keren. Dan gaan we weer meerdere. Dus in de eerste steek 2 halve stokjes. 1 en 2. En de rest van de rij, die krijgt gewoon 1 half stokje in 1 steek. Helemaal tot het eind. En dat zijn er nu nog niet zoveel. Is deze ook weer gedaan? Gaat lekker snel in het begin, hè? De vierde herhaalrij. Je begint weer met 2 lossen. En je werk keren. En ieder half stokje krijgt 1 half stokje. Dus niet meerdere. 1. 2. 3, 4 en 5. Rij nummer 5. 2 lossen.
Je begint dus steeds met twee lossen en je keert je werk. We gaan nog één keer hier meerdere. Dus twee halve stokjes in de eerste. 1 en 2. En dan de rest van de rij weer 1 half stokje. Dus als je meeschrijft, noteer dan 2 lossen en je werkkeren. En dan 1 meerdering en de rest van de rij halve stokjes. Of schrijf op zoals het voor jou herkenbaar is. Hè. Schrijf je eigen patroon. Je wil de mijne niet zien, daar kun je niks mee. Mijn patroon lijkt niet op iets wat uit een boek komt. Het zijn gewoon aantekeningen. Oké, dit was de 5e rij. Gaan we naar rij nummer 6. 2 lossen. En je werkkeren. En nu doen we een meerdering. 2 halve stokjes in de eerste. Dus goed opletten. Hè? Niet nu alleen 1 half stokje in 1 steek. Maar in de eerste 2 halve stokjes. En nu haak je halve stokjes. Maar de laatste 2 die haak je niet. In dit geval heb ik 3 halve stokjes om te haken. 1, 2 en 3. En nu de laatste 2 halve stokjes, die haak je samen. En nu is er altijd heel veel gedoe over, hoe haak je nou halve stokjes samen? Nou, ik heb daar gewoon mijn eigen manier voor. Doe jij het op jouw manier, zal ook goed zijn. Maar ik doe het op deze manier. Ik sla om in het ene laatste halve stokje. Ik haal een lus op. Ik sla om en ik ga door de eerste 2 lussen. Dan sla ik om en ik ga door het laatste halve stokje. Haal een lus op. En ik ga door alle 4 de lussen op mijn haaknaald. Zo doe ik het. En dan heb je rij 6 gehad. Rij 7. 2 lossen. En nu krijgt elk half stokje 1 half stokje. Dus het eerste gaatje, daar prik je in en je maakt 1 half stokje. De volgende is nummer 2. Nummer 3. Vier. Vijf. Oh, jullie horen dit getik, hè? Wacht even, zou dit helpen als ik er iets onder leg? En de laatste. 6. Nou, volgens mij scheelt het wel. Klinkt niet zo irritant. Gaan we naar rij 8. 2 lossen. Werkkeren. En je begint weer met een meerdering. Dus 2 halve stokjes in 1 steek. 1 en de tweede erbij. En dan haak je weer 3 halve stokjes. Of zoveel totdat je bij de laatste 2 bent. Want je gaat steeds meer halve stokjes krijgen op een gegeven moment. Want de sjaal wordt breder, hè? Dus je haakt alle halve stokjes tot je bij de laatste 2 bent. Nou, daar ben ik al, dus dat schiet lekker op. En die laatste 2, die haak ik weer samen. Op mijn manier. Dus omslag, lus ophalen, omslaan door 2. Omslaan in de volgende steek, de laatste. Insteken, lus ophalen. Ik heb dan 4 lussen op mijn haaknaald. Ik sla om en ik ga door alle 4. Je ziet al dat hij zo krom gaat lopen, hè? Zo. Na
Nou, gaan we al naar rij nummer 9. 3 lossen, of 2 lossen. 1 en 2. Je werk keren. En iedere steek een half stokje. Drie, vier, vijf en de laatste, zes. En dan hebben we nog maar één herhaalrij te gaan. Nou, herhaalrij nummer 10. 2 lossen. Werkkeren. Een meerdering, dus 2 halve stokjes in de eerste steek. 1 en 2. En de rest van de rij, 1 half stokje tot je bij de laatste 2 bent. En die ga je weer samenhaken, die ga je minderen. Nou, daar ben ik al. De eerste. En de laatste. Zo. En dat was het. Dit is het. We gaan nu weer verder met rij 1. Zal ik het nog een keertje doen? Gewoon voor de duidelijkheid. Dan kun jij controleren of wat je opgeschreven hebt, dat klopt. Je kunt nog een keer meehaken als je dat wil. Want dit is het. Dit blijf je herhalen. Nou, de eerste herhaalrij. Daar gaan we weer. 2 lossen. Je werk keren. In het eerste halve stokje. Dat zijn die 2 samengehaakt. Hè? Dat is dan nu het eerste halve stokje. Daar doe je een meerdering. 2 halve stokjes erin. 1 en 2. En dan tot het eind 1 half stokje in elke steek. 1, 2, 3, 4 en de laatste. 5. Oh. Niet te ontspannen haken van. Dan raak je je lussen kwijt. Dit is de laatste. 5. En zoals ik net al zei, in die eerste rij, bij die losse, daar zet ik mijn steekmarkeer erin. Dan weet ik, dit is weer de eerste herhaalrij geweest. Zodat ik onderweg kan tellen van bij welke rij was ik nou. Gaan we de tweede herhaalrij doen. 2 lossen. Je werk keren. En in iedere steek 1 half stokje. 1. 2. 3. 4. 5, 6 en 7. Je zult trouwens merken dat je na 10 rijen 3 halve stokjes meer hebt als daarvoor. Dus elke 10 rijen heb je 3 halve stokjes gemeerderd. Oké, dit was de tweede herhaalrij. De derde herhaalrij. 2 lossen. Je werk keren. 1, 2, 3. We gaan weer meerderen. 2 halve stokjes in de eerste steek. 1. En 2. En de rest van de rij. 1 half stokje.
En vooral die laatste niet vergeten, hè? Hier. Dat was de derde. Gaan we naar de vierde herhaalrij. Twee lossen. En ieder half stokje krijgt één half stokje. 1. Nee, ik hoef ze niet te tellen. Jij mag tellen. 1. Maar gewoon één rij met één half stokje in één steek. En laat het kleurverloop lekker verlopen. Laat maar gaan. Dat maakt, voor mij maakte dat juist heel erg leuk om die sjaal te haken. Want oh, ik heb weer 10 rijen af. En oh, kijk hoe dat kleuren gaat. Want, oh, ik vind dat zo leuk. Oké, gaan we de laatste herhaalrij doen waarbij we aan één kant meerdere. En dat is rij 5. 2 lossen weer, hè? Altijd 2 lossen je werk keren. En we maken weer 2 halve stokjes in de eerste steek. En de rest van de rij gewoon 1 half stokje in 1 steek. Ik heb ondertussen een kopje koffie ingeschonken. Kijk, Granny had onderzetters gehaakt. Kopje koffie erbij. Hartstikke lekker. Ik ben er bijna. Het zijn nu iets meer steken. Maar nog steeds niks om te zeggen van... Poeh, wat een rijen. Zo, de laatste. Dat was herhaalrij nummer 5. Je hebt hier het punt. En nu hebben we hier het breedste punt van de volgende punt bereikt. Ja, hij gaat woe. En hij wordt steeds breder. Zo leuk. Oké, herhaalrij nummer 6. 2 lossen. En we beginnen met een meerdering. Dus 2 halve stokjes in 1 steek. 1 en 2. En nu haak je alle halve stokjes tot de laatste 2. Die laatste 2 gaan we weer samen haken. Ho. Jongens, dit is echt... Ik vind dit super leuk. En ik ben benieuwd hoe die met andere kleuren van de papatja wordt. Maar ook als je hem bijvoorbeeld in een effe kleur wil doen. Of met heel andere garen en zo. Ik ben wel heel benieuwd. Maar ik vind juist dat kleurverloop zo geweldig. Nou, ik ben bij de laatste 2. En die ga ik weer samenhaken op mijn manier. Omslaan, lus ophalen, omslaan door 2. Omslaan. In de volgende steek een lus ophalen, omslaan en door alle 4 de lussen. Dat is hoe ik het doe. 2 lossen. En rij nummer 7. 1 half stokje in 1 steek. Dat is de eerste. Zo, de tweede. Gewoon de hele rij 1 half stokje. Nog 2. En hier de laatste. En als je het nou lastig vindt om dat laatste halve stokje te vinden, dan kun je daar ook altijd een steekmarkeerder in hangen. Hè? Als je je maar niet vergist met die van de rijmarkering. In het halve stokje wordt dan een steekmarkering en dit is een rijmarkering. Dat je daar niet mee in de war raakt. Maar het kan handig zijn om steeds in je eerste halve stokje wat je maakt,
dat wordt bij de terugweg dan de laatste. Dat je daar dan een steekmarkeerder in zit. Want dan weet je precies waar je in moet steken. Kan handig zijn. Oké, volgende rij. Twee lossen. Je werkkeren. Twee halve stokjes. Dit is rij 8, hè? Twee halve stokjes in één steek. Dus je meerdering. En dan weer halve stokjes tot het eind. Op twee steken na. De laatste twee, die ga je weer samenhaken. Nou, nog eentje. Zo. En dan twee samenhaken. Zo. En dan doen we nog een keer twee lossen werkkeren. En voor rij 9 elke steek 1 half stokje. Die sjaal die ik net liet zien, die al helemaal af is, daar heb ik een dagje over gehaakt. Heerlijk, op mijn gemak. Dat was zo klaar. Die papatja die haakt als een tierenlier. En dit patroon maakt alleen maar dat het leuk blijft om te doen door de kleurwisseling en door de patroonherhaling. En nou ja, ik vind hem gewoon leuk. Nou, dan zijn we bij de laatste herhaalrij. Rij nummer 10. En dan heb ik hem 2 keer voorgedaan. En ik denk dat dat genoeg is. In de eerste steek 2 halve stokjes. Dus een meerdering. 1. En 2. En dan weer 1 half stokje in elke steek. Tot je bij de laatste twee bent. En die laatste twee, die haak je weer samen. Zo, en nu weer samen haken. Oh, ik had al omgeslagen. Insteken, lus ophalen, omslaan door 2... Omslaan, insteken, lus ophalen, omslaan door 4. En dat was rij nummer 10. En nu begin je gewoon weer opnieuw met rij nummer 1. Want je bent nu op het diepste punt van die bocht hier. Zie je? Het diepste punt, daar ben je nu. En nu ga je hem weer breder maken. Dus rij nummer 1. Ik zal het beginnetje doen. 1, 2 lossen om je opgang te helpen. Zo, werkkeren. In de eerste steek 2 halve stokjes, dus je meerdering. Dit is herhaalrij nummer 1 weer, hè? Zo. En halve stokjes tot het eind. Dus je begint rij 1 weer met 2 lossen, je werkkeren. Een meerdering, dus 2 halve stokjes in één steek. En halve stokjes tot het eind. En dan kun je het patroon weer gaan herhalen. En ik ben doorgegaan totdat mijn ene bol op was. Ik zet hier weer mijn steekmarkeer erin, want dat is mijn eerste rij. Die zet ik bij die losse zo. Dat is mijn eerste rij en dan kan ik weer opnieuw gaan tellen. En dit hebben we nu gedaan. Als ik dat schriftje even weghaal. Hebben we dit nu zo gedaan. Ik heb met het laatste beetje garen. Waar ik geen hele patroon meer, herhaling meer uit kon halen. Heb ik gewoon heel simpel een kwastje gemaakt en vastgeknoopt. Nou, kwastjes maken, daar staan genoeg tutorials voor op. Daar ga ik niet voor doen.
Maar ook hier zie je dus bij mij kleurverloop in zitten. Lila, een beetje wit, wat grijs. Heel grappig, vind ik. En die heb ik op het eind erbij gedaan. Ik kan je alleen maar heel veel plezier wensen met deze sjaal. Kan ik verder uitzoomen nog? Ja, kijk. En hoe droeg ik hem nou? Zo. Deze over mijn ene schouder zo. En dan die brede kant en zo overheen. En die legde ik een beetje bij mijn nek zo ertussen. En dan blijft die mooi zitten. En dan heb je een hartstikke leuke sjaal. Ik heb geen zin om op de foto te gaan met die sjaal, want ik zie er niet uit. Ik heb echt een off-day vandaag wat dat betreft. Dus de salsa sjaal. Ik zal hem een beetje vouwen zo, zodat hij op de foto kan. Dat je het effect nog een beetje kan zien. Zoiets, denk ik, zo. Dit kan wel een foto worden, hè? Jawel. En waarom nou salsa? Nou, omdat die bochtjes zo leuk heen en weer gaan. Het is net een dans. Ja, zo kan die toch op de foto. Even dat lapje wat we gehaakt hebben. Mijn koffie opzij. Foto maken. En ik hoop dat je meegeschreven hebt. Of dat je mijn filmpje 20 keer terugkijkt. Dat vind ik nog veel leuker natuurlijk. Ik merk nog steeds dat de meeste mensen die mijn video's kijken, die zijn niet geabonneerd. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer, want het kost je niks. Als je dan bij het belletje aanklikt, dan krijg jij gratis en voor niks een melding als er een nieuwe video online komt. Wat voor een dan ook. Of het nou een tutorial is, een vlog, een unboxing. Misschien iets over breien, over borduren. Daar ben ik ook mee bezig om daar dingen mee te doen. Daar krijg je dan allemaal een melding van. En het kost je niks en je helpt mijn kanaal enorm door het te laten groeien. Hey jongens, dankjewel voor het kijken. Ik wens je heel veel haakplezier. En ik zie je graag terug bij een volgend videofilmpje.